Ellie heeft bericht gekregen van teamleider Leo. De grote finale wedstrijd tussen Boca Juniors en River Plate gaat vanmiddag alsnog gespeeld worden. Het Bombonera Stadion zit al goed vol en de fans blijven maar toestromen. Nou, ik ben er weer bij het stadion La Bombonera. Vandaag is het droog, de zon schijnt zelfs. Alle mensen in het stadion zijn door dezelfde veiligheidscontroles gegaan. Alle verloven van de politie zijn ingetrokken, want dit is echt de wedstrijd der wedstrijden. Zometeen komt de spelersbus aan, dus daar ga ik nu naartoe. Leo. I'm good. How are you? Fine. How is it today? The River bus, the team, are approaching now. Okay. So, if you're... Can I help? Oh, of course. Yes? Our police. Oh, great. Oh. Nou, het is een wat gespannen situatie, want de bus van de tegenpartij, dat is River Plate, die komen zo aanrijden. Er wordt een corridor gevormd om de officials en de spelers veilig naar binnen te brengen. Want wat er gebeurt is dat er vanuit het stadion van boven op die mensen wordt gespuugd en geplast. Nou, dat is niet heel schoon. Dus we moeten zorgen dat dat veilig gebeurt. En mijn taak is om dat mee te begeleiden. De spelersbus van aartsrivaal River Plate komt aan onder zware begeleiding van een speciale eenheid van de motorpolitie. Beveiliging op het hoogste niveau. Voetbal in dit land is dus echt oorlog. Het is echt waanzinnig, hè? Hoor wat er gebeurt. De rivaliteit tussen deze clubs is ongelooflijk groot. It's amazing. Both teams, great. We receive both teams. Yes, great. This is correct, eh? Ellie. My friend. You are excellent. Yes, you too. En nu gaat het echt beginnen. En dat is binnen. De grote finale staat op het punt van beginnen voor een uitzinnig en enthousiast publiek. Tijdens de wedstrijd heeft de politie geen specifieke taken in het stadion. Daar zijn beveiligers en stewards voor. Maar niet iedereen kan van de spannende wedstrijd gaan genieten. Nou, deze knaap heeft binnen willen komen met een vals kaartje. Daar is hij op betrapt en toen heeft hij zich verzet tegen de politie.
Dat zijn altijd slechte beslissingen, want dan is dat het resultaat. Dus hij kan naar de muur gaan zitten kijken voor de komende periode. En daardoor mist hij twee prachtige goals van zijn favoriete team. Nou, de wedstrijd is afgelopen. Het is 2-2 geworden. Er komt nog een wedstrijd. Collega's staan hier. Deze linie, dat zijn mensen die zijn vergelijkbaar met onze mobiele eenheid. Die zorgen dat de straat afgesloten blijft en dat alles in één stroom die kant op gaat. Dat heet crowd control. Dat is heel belangrijk. Mensen moeten er veilig in, maar moeten er ook weer veilig uit. Mensen kunnen ook teleurgesteld zijn. Er kan agressie uit voortkomen. Maar volgens mij ziet alles er heel rustig en geordend uit. Well, the stadium is empty. Yeah. The shift is over. Yeah. Thank you very much, Leo, for everything. Ellie, thanks to you and to the team. Yeah. And you have opened the gates and the doors of the entire city of Buenos Aires and the entire police. That's very sweet. Thank you very much. Please. It was a pleasure working with you. The same to you. Okay. Ellie. Be safe. You too. Okay. Bye.